Een verstopte gootsteen is natuurlijk heel vervelend. Maar gelukkig heb ik een trucje om het mee te kunnen oplossen en ook te kunnen voorkomen. Hiervoor heb je geen gereedschap nodig en ook geen agressieve gootsteenontstopper. En zodra je dit een aantal keer in het jaar herhaalt, ga je merken dat je gootsteen een stuk minder snel verstopt raakt. Oké, wat hebben we nodig? 1 kopje baking soda. Bakpoeder. 1 kopje azijn. Waterkoker. En natuurlijk water. Schep de baking soda in de afvoer totdat de afvoer helemaal vol zit en er haast niks meer bij past. Zorg ervoor dat de baking soda zoveel mogelijk in de afvoerpijp terechtkomt. Giet nu langzaam, beetje voor beetje, wat azijn in de afvoer. Let goed op, het gaat heel erg bruisen. Zo bruist het vel los van de afvoerpijp. Laat het goedje een half uur staan. Giet tot slot, voorzichtig, een liter kokend water door de afvoer om het vel weg te spoelen. Zet nu de kraan open en controleer of het water goed wegstroomt. Loopt het water nog steeds niet goed weg? Neem dan contact op met ons via www.eigenaar.nl. Ik hoop dat deze onderhoudsvideo heeft gewerkt. Tot de volgende klusvideo.